Hallo, bij Kimmy's kijken. Hallo, bij Kimmy's keuken. En dit is de speciale Halloween aflevering. Ja. Wij zijn twee heksjes. En wij gaan gingerkoekjes maken, dus gemberkoekjes. Zullen we maar beginnen dan? Ja. Ja? Oké. Okay. We hebben alles? Ja. Ik heb hier de kokosmeel met de bakpoeder. Die gaan we eerst even bezeven, zodat alle klontjes eruit zijn. Ja, dat toch? Ja, dat is goed hoor. Maak ik alle klontjes eventjes. Zo, goed zo. Oh, en daarbij doen we de kruiden, de gember, de kaneel en de nootmuskaat. Was het, hè? De gember, de kaneel en de nootmuskaat. Dat moet er ook bij in. Roeren? Nou, hoor jij het maar door elkaar. Dan hebben we hier de Supreme Pico. Dat is een suikervervanger voor bruine bastardsuiker eigenlijk in principe. Die doen we erbij in. Doen we maar. Dan gaan we weer roeren. Dan hebben we alle droge ingrediënten bij elkaar. Dat ziet er goed uit. Mag ik nog even proberen? Ja. Dat ziet er super goed uit. Ja, dat ziet er super goed uit zo. We hebben heel veel groen, we hebben hier lekker. Ja. Nee, dan ja. Dan gaan we nog alle natte ingrediënten erbij elkaar doen. Dat is nat. Beginnen we met de boter. Ja. 80 gram. Die gaan we eerst even losroeren. Hop, vuur. Boter is heel belangrijk dat hij op kamertemperatuur is, zodat hij een beetje roerbaar is. En dit heb je dan altijd het probleem dat je op een gangbuur doet. Dan is het beter. Maar dat ontdek ik altijd op het moment dat het al te laat is. En dat is een beetje donker, mama. Ja, een beetje donker. Zul je bijna denken dat ik het inmiddels wel weet, maar... Ja, mijn mama vergeet het elke keer. Gaat je bij de volgende video onthouden als je boter nodig hebt, pak een spatel. Ja, dat is goed. Dan doen we het ei erbij. Dat is niet het ei, dat is het water. Dit is het ei. Het is het ei. Moet je dit met een mixer doen? Maar nee, dat hebben wij niet. Ja, we hebben wel een mixer, maar een hele grote mixer. En dat... Die past daar niet bij in. Nee. Eigenlijk hebben we er een handmixer voor nodig. Ja. Dat hebben wij niet. Ach, nou ja, ik kan het ook wel maken. Zo lukt het toch wel. Zo. En dan komt deze dan toch nog een beetje aan de pas. Dan zit de boter weer vast. Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee.
En een stukje dan parmesan hierop. Zodat ik leuke dingen en zo kan maken. Ik vind het niet erg om met de handen erin te gaan. Kan ik ook. Klamp. Zo, en dan mag jij. Ik pak even hier de vushoudfolie. Daar moet het in. Zo, dan doen we alles eventjes dat van klopt. Dat is een grote klomp. Grote klomp met twee. Kijk de klomp van weg. Laten we eventjes de mensen zien wat voor een deeg het is. Het is een beetje een echte deeg geworden. Ja. En die doen we in de folie. Ja. Want het moet een uur in de koelkast voordat we ermee kunnen beginnen. Ja. Dus, ik ga de keuken opruimen. Ik ga de spul in de koelkast stoppen. En gaan we straks weer verder. Ze hebben er 10 minuten ingezeten op 180 graden. En we gaan ze nou proeven. Kijken of ze lekker zijn. Weer dat stukje. Ik doe deze. Ja, ik vind ze niet zo heel erg lekker, hè? Mm-hmm. Nou.
Ja, dat snap ik wel, want ze zijn eigenlijk helemaal niet zo zoet. Ze zijn een beetje... Je kunt er eigenlijk wel een beetje meer zout doorheen doen. Suiker, denk ik. Ja, ik denk goed stap. Maar misschien wel een idee is om een soort van laagje of zo, een beetje... En dan zijn ze denk ik wel lekker. Nu zijn ze nog een beetje... Ja, de smaak van gember komt er wel door. En de kaneel. Er zit een beetje suiker in. Maar ik vind ze niet echt heel erg zoet. Wat ben je aan het doen, Anne? Ik ben uit de film gestapt. Anne is uit de film gestapt. Nee hoor. Hallo, kikkeboe. Nou, ze zijn wel... We proberen hem wel, maar ik denk dat ze nog een beetje moeten oefenen met hoe wij ze gaan maken. Graag reacties onderin. Wat jullie van de koekjes vinden als jullie ze zelf gemaakt hebben. En foto's vinden ik ook altijd heel erg leuk om te zien. Of berichtjes. En berichtjes vinden wij ook leuk. Vergeet niet te liken. Goed zo. En te abonneren. Op ons kanaal. Op ons kanaal. En dan zeg ik tot volgende week. Doei! Doei!